Hoi! Vandaag weer een tutorial voor jullie en deze keer met een hoop glitter. Glitter en felle kleuren, dat zijn twee van mijn favoriete dingen in het leven, dus vandaar. Maar wat ik eigenlijk ook gelijk wilde testen is wat ik laatst in de shoplog liet zien, namelijk de NYX Glitter, glitter Primer. Ik wil het steeds Glitter Liner noemen of Glitter Lime, maar het is Glitter Primer. Zit in een holografische verpakking die ik echt super mooi vind. Ik heb er ook holografische glitter bij gebruikt van NYX en verder heb ik 2 uur van de K-paletten gebruikt, maar... Je kan natuurlijk alles gebruiken wat je wil, wat ongeveer dezelfde kleur heeft. Dus ja, ik heb het ook op mijn lippen getest. Ik moet zeggen, spoiler alert, het ziet er echt heel gaaf uit. Ja, ik ben eigenlijk verbaasd over hoe gaaf dit is. En nu moet ik nog 5 van die tubes kopen voor de zekerheid, mocht het ooit uit de handel gaan. Maar voor nu laten we beginnen met de look. Ik begin eventjes met mijn ogen, maar eerst ga ik wel even op mijn gezicht als primer aanbrengen. Dan kan dat alvast inwerken. Dit is de Silicone Primer van The Ordinary. Ik gebruik tegenwoordig ook heel veel skincare van The Ordinary, dus ja, zo'n primer die past er eigenlijk gewoon wel goed bij. Dan weet je tenminste alles goed matchen met elkaar qua skincare. En de foundation die ik ga gebruiken is ook van The Ordinary, dus vandaar. Voor mijn wenkbrauwen, gewoon omdat het me ontzettend irriteert om geen zichtbare wenkbrauwen te hebben, doe ik die vervolgens als eerste van het ooggedeelte, noemen we dat maar. Dan ga ik er NYX Brow Gel voor gebruiken in de kleur Chocolate. Die is, ja, om de een of andere reden net ietsje donkerder dan de chocolate kleur van de Brow Pomade van NYX, die ik heel vaak gebruik. Maar omdat dit toch wel een best wel heftige look wordt, wil ik wel graag dat mijn wenkbrauwen goed zichtbaar zijn. Dus ik vul ze gewoon eigenlijk op de, bijna de Instagram manier in. Daar ben ik serieus gewoon beter in dan in het invullen op de natuurlijke manier. Ik weet niet waarom, ik vind dit gewoon, ik weet niet, lijntjes en dan invullen is makkelijker dan natuurlijke haartjes tekenen. Maar dat doe ik met een eBay kwastje, die eigenlijk bedoeld is voor nail art. En daarna met een spoolie van Peggy C's doe ik ze op een plek. En daarna ga ik mijn ogen primen. Daarvoor ga ik de Superstay concealer van Maybelline gebruiken en mijn Peggy Sage poeder. Op het moment dat ik nou eerst mijn gezicht had gedaan, had ik dit trouwens gewoon, weet je wel, met de concealer die ik ook onder mijn ogen gebruik, gedaan. Maar ja, weet je wel, omdat ik ze nou als eerste doe, moet ik even iets apart gebruiken. Ik carve gelijk even mijn wenkbrauwen bij. Dat was geen Nederlands, dus een beetje bijwerken. En dan op het hele ooglid verspreiden en goed afpoederen. Op die manier blijft alles prima op zijn plek daarna. Dit kwastje is trouwens van Maybelline, het afpoederkwastje, dat is van Real Techniques. En daarna op mijn bewegend ooglid, wat je hier ziet, dep ik nog wat van de concealer. Om te zorgen dat er ook wat vochtige concealer zit, zodat daar de oogschaduw echt heel goed pakkend wordt van kleur. En dan ga ik 2 paletten gebruiken. Eerst het Naked 3 palet van Urban Decay en ook het Naked, of nee, niet het Naked Electric, het Urban Decay Electric palet. Je kan natuurlijk ook gewoon andere oogschaduws gebruiken. Gebruik gewoon wat jij zelf hebt. Iedere oogschaduw die gewoon goed gepigmenteerd is, kan je hiervoor doen. Maar ik gebruik toevallig deze, want ja, weet je, dit zijn gewoon oogschaduws die bij mij goed blenden, goed pakken. Dus lekker makkelijk om mee te werken. Ik begin met het taupekleurtje, de lichtste taupekleur uit het Naked 3 palet in mijn crease met een fluffy blenderkwast van Sigma. En daarna met een kleinere blenderkwast van The Ace Cosmetics. Ga ik de roze kleur aanbrengen. Dit is de fel roze uit het Electric Palette. En ja, die bouw ik gewoon op in de crease. En ook in de buitenste ooghoek brengt hij alvast wat aan. Ik wil meerdere kleuren gaan blenden. En ja, de taupe maakt het blenden alvast wat makkelijker. En ik wil er ook paars in doen. Maar ik weet niet, ik vind zo'n mooie glowing van kleuren wel mooi. Dus vandaar dat ik eerst roze aanbreng. En het dan ook gelijk uitblend. Ik probeer er niet de wenkbrauw mee aan te raken. Want ja, de wenkbrauw highlight wil ik gewoon een natuurlijkere kleur houden. Daarna met een angled kwast van Sigma ga ik de donkerste paarse kleur uit het palet aanbrengen. Die moet je wel wat opbouwen, merk ik. Wat apart is, want het is pressed pigment en hij is heel gepigmenteerd. Maar over de roze heen moest ik hem echt wel wat opbouwen. Dus in de buitenste V en dan blend ik hem weer uit met het Beauty Cosmetics kwastje. En daarna neem ik met een Ecotools kwastje een rosé gouden kleur uit het Naked 3 palet. En die breng ik op mijn hele bewegend ooglid aan met uitzondering van de buitenste ooghoek. Dus... eigenlijk praktisch overal waar nog geen oogschaduw zit. En ik blend het met hetzelfde kwastje ook een beetje in de crease. En daarna ga ik alvast de binnenste ogen wat highlighten met een lichte kleur uit dat palet. En vervolgens met een matte lichte kleur doe ik mijn wenkbrauw. Dit is een kwastje van een short shader van Sigma. Die vind ik er heel fijn voor. Die past precies onder de boog van mijn wenkbrauw. Dan vervolgens voor de eyeliner. Ik ga de Kiko Gel Liner weer gebruiken. Die is echt gewoon super gel-achtig. Hij is niet hard, hij is gewoon echt perfect. Ja, ik probeerde weer de Urban Decay, of nee, de Sigma liner te gebruiken. En ja, weet je, er eerst mee te werken, maar je moet er zoveel geduld voor hebben en voorzichtig mee zijn. Dus ik heb de wing ermee gezet en daarna ben ik toch maar weer overgegaan op mijn oude trouwe nail art kwastje.
van eBay. Een andere die ik voor mijn wenkbrauwen heb gebruikt. Deze is, dit is een detail brush. Ja, ik kan er gewoon strakkere lijnen mee zetten. Ik vind hem makkelijker in gebruik omdat hij zo klein is. En ja, voor mij werkt dit gewoon beter. Maar het is natuurlijk iedereen zijn eigen preference. Er zijn ook genoeg mensen die een angled kwastje bijvoorbeeld heel fijn vinden voor gel liner. Ook niks mis mee. Maar ik heb dus gewoon met dat kwastje mijn liner afgemaakt. En daarna door met de liner met de NYX glitterlijm. Glitterlijm. Ik blijf het glitterlijm noemen. Het is glitterprimer. En een holografische glitter. Ook van NYX. Je kan natuurlijk die lijm trouwens met alle lijm primer. Met alle soorten glitter combineren. Maar dit is holo en ik had zin om echt all out te gaan. Dus ik heb eerst een lijntje lijm aangebracht waar ik de liner wil zetten. Je kan ook de lijm en de primer en de glitter alvast mengen. Ik vond het zelf prettiger om eerst het lijntje te zetten met de primer. En vervolgens de glitter erop te deppen. Ik had het idee op die manier meer controle te hebben. Dus vandaar, dat doe ik gewoon echt net boven die zwarte lijn van de gel liner. En toen besloot ik ook nog een streepje in de crease te zetten. Trouwens, de reden waarom ik eerst de gel liner gedaan heb is ten eerste, je krijgt het niet strak over glitter. Want de glitter is natuurlijk niet glad. Ten tweede, op deze manier, als je vouwtjes aan de bovenkant van de zwarte liner hebt, dan bedekt de glitter het gelijk, wat wel zo makkelijk is. En vervolgens heb ik dan wel met de linerkwast van Sigma mijn waterlijn ingevuld. Die is wat groter, dus voor mijn waterlijn is dat prima. En ook de binnenste ooghoek heb ik daar heel voorzichtig mee ingevuld. Te zorgen dat het mooi om mijn ogen heen loopt. Dan is het tijd voor valse wimpers. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij waren deze van Eyelure. Maar nogmaals, ik weet het niet zeker, want ik heb ze allemaal in één enkel doosje gegooid. Tja. En ik gebruik weer de lijm van Peggy Sage zoals gewoonlijk. Ik zet ze tegenwoordig met mijn vingers op en dan doe ik ze op een plek met de tweezers. Want op de een of andere manier blijven ze anders altijd aan de tweezers hangen. Zeer frustrerend. Dan zit het eindelijk goed. Trek je de tweezer weg, trek je de hele wimper weer weg. Irritant, dus dat doe ik maar niet meer. Nu deze methode. En daarna heb ik deze mascara van Max Factor gebruikt. Ik weet echt niet meer waarom ik er ooit plakband omheen gedaan heb trouwens. Ik heb hem al jaren en jaren en jaren en jaren. En hij is waterproof, maar hij separeert heel goed. Dus vandaar dat ik hem weer gebruik. Daarna gebruik ik de Covering Foundation van The Ordinary. En die probeer ik te matchen met mijn nek. Ik heb weer gefake tanned, dus vandaar. Mijn gezicht is veel lichter dan mijn lijf nu. Dus ik match het even goed bij mijn nek en mijn borst. Zodat het gewoon, weet je wel, daadwerkelijk bij mijn lijf past. En daarna breng ik het aan met een kwast van Sigma. Dit is de Flat Foundation Brush van Sigma. Als ik het goed heb. Gewoon zo'n platte foundation kwast. Ja, die vind ik nog steeds zelf persoonlijk het prettigste werken. En voor het shapen, ik heb een contour stick gekocht, maar die vergat ik deze keer te gebruiken. Ik gebruik in ieder geval deze keer dus een crème product. Dit is een hele donkere foundation stick van Black Opal. Eigenlijk dus foundation voor hele donkere huid, maar je kan het als je een lichte huid hebt dus ook gebruiken voor het contouren. Op mijn neus ben ik heel voorzichtig, want als je te veel aanbrengt, nou ja, het is een hele goede dekkende foundation, dus dan heb je gewoon een hele zwarte veeg. Nou, niet zwart, maar heel donkerbruin. Is niet zo charmant, weet je. Ja, een echte contour stick blendt wel makkelijker uit dan deze. Maar deze is dan wel weer zo dat je hem echt, echt goed ziet. Je hoeft hem niet op te bouwen. Als je hem aanbrengt, dan zit hij er en hij zal zichtbaar zijn. Dus ja, de rest van mijn gezicht heb ik hem uitgeblend met een kwast van Real Techniques. Op mijn neus blend ik hem uit met een kleiner oogschaduwkwastje van EcoTools. Omdat dat net even wat fijngevoeliger is. En dan blend ik het nog eventjes in detail. Tenminste, buiten detail. Ik blend de rest uit met die andere kwast dus, ja. Vervolgens tijd voor de concealer. Ik gebruik mijn Catrice concealer weer eens. De Camouflage Cream in Ivory. Het was ooit mijn favoriet. En ik heb hem al eeuwen niet meer gebruikt. Terwijl ik hem nog steeds heel prettig vind. En ik breng hem onder mijn ogen aan. En overal waar ik wil highlighten. Met een kwast van eBay. Zonder naam, zonder merk, zonder wat dan ook. Maar hij werkt in ieder geval prima. En daarna poeder ik het weer af met mijn Peggy Sage poeder. En het kleine kwastje van Wild Techniques, die ik ook het begin van het filmpje gebruikte, onder mijn ogen dan. En de rest van mijn gezicht met een grote poederkwast van Sigma, want dat gaat een stuk sneller. Op deze manier zul je ook zien dat gelijk de contour en alles in de shaping een stuk natuurlijker lijkt. Omdat er toch een egale laagje overheen zit. Dan is het tijd voor blush. Ik ga deze gebruiken van Catrice. Dit is de Coral Me Maybe van de Illuminating Blushes. En die breng ik aan met een contourkwast van Sigma. Die ik eigenlijk alleen maar voor blush gebruik. Hij is wel lekker fluffy. Het is echt een van mijn fluffieste kwasten. Dat is geen woord. Je snapt wat ik bedoel. Daarna ga ik de Unicorn's Heart Highlighter van iHeart Makeup gebruiken. Echt een super mooie highlighter vind ik het. Je ziet er echt verschillende kleuren in. En hij is gewoon heel shiny. En ja, hij is best heftig. Maar ik vind hem heel mooi. Ik breng hem aan met een kwastje van Ebeline. Gewoon een heel goedkoop kwastje. Deze brengt het best wel heftig aan. Als ik hem milder wil hebben, dan gebruik ik een fanbrush. Een dunne fanbrush. Maar voor nu wilde ik het wat heftiger hebben, pas al bij de ogen. Dus ook op mijn lippen.
En vervolgens met een kleine kwastje, die van EcoTools weer. Ik heb hem uiteraard wel afgeveegd nadat ik de neuscontour ermee uitgeblend heb. Breng ik dus ook die highlighter aan in mijn binnenste ooghoek. Ook again, best wel heftig, want het paste bij de look. Daarna besloot ik eens een keer setting spray te gebruiken. Dit is de matterende versie van NYX. Ik hou altijd mijn hand even op een microdermal piercing, omdat ik die niet wil zetten met pick-up spray. En dan spreek ik mijn gezicht in en ik ben niet een van die mensen die ervan geniet. Ik heb er echt een hekel aan om iets richting mijn gezicht te spuiten. Maar ik moet zeggen, het effect is wel mooi. Het ziet er gelijk een stuk gladder, zachter uit. Enig poedereffect haalt hij weg. Daarna met een Urban Decay kwast heb ik wat taupekleur onder mijn ogen aangebracht. Vervolgens met een penselbrush van Sigma. Breng ik de roze kleur aan en na met een ander Urban Decay kwastje de paarse kleur. Eigenlijk van groot naar klein werkend, gewoon om te zorgen dat het mooi in elkaar overloopt. Net als in de bovenkant. Op de bovenkant van het oog. En daarna met gewoon dezelfde Max Factor mascara heb ik ook mijn onderwimpers ingevuld. Ingekleurd. En voor mijn lippen, aangezien dat volgens de verpakking ook kon, had ik zoiets, laat ik ook die lime gelijk proberen. Dus ik heb met een Urban Decay kwastje, die is zachter dan mijn lipkwast. Ik had het idee dat met de lime gewoon makkelijker werkte. Heb ik eerst mijn lippen heel voorzichtig ingevuld met de lime. Zorg dat je dit snel genoeg doet, dat de lime niet opdroogt terwijl je bezig bent. Maar probeer wel echt je liplijn aan te houden, want dat maakt het makkelijker nu met oogschaduw om dat goed aan te brengen. Doe ik met hetzelfde kwastje. Dit is, dit zijn dezelfde twee oogschaduws ga ik gebruiken die ik op mijn ogen heb gebruikt. De roze en de donkerpaarse. Het werkt prima. Ik vind het effect super mooi. Alleen het is wel iets waar je tijd voor moet nemen. Het duurt wel behoorlijk wat langer dan het aanbrengen van een gewone lippenstift. Maar goed, als je dan klaar bent heb je ook wat. Een hele mooie felle roze kleur. En toen om de rand heb ik met een kleiner, dezelfde eigenlijk Urban Decay kwast, maar dan het kleinere kwastje. Deze zat ook bij het Electric Palette trouwens. Heb ik de lippenrand ingevuld en dan ook de buitenste mondhoeken, zodat de lippen wat voller lijken. En omdat ik gewoon alle twee de kleuren van de ogen ook terug wilde laten komen in de lippen. En daarna wilde ik het wat shinier hebben, ook al zo niet Nederlands woord. En daarvoor heb ik een ander Urban Decay kwastje gebruikt en de highlighter weer. Blend de kleuren nog net ietsje meer samen en dan heb je ook gewoon een mooie glans eroverheen. En dan weer de uiteindelijke look. Ik vond het zelf super leuk om te doen. Ik vind het effect ook zelf erg gaaf. Ik ben echt gek op felle kleuren en glitter, dus dan is het bij mij al snel goed. Ik heb deze look in ieder geval met plezier gedragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En je kan ook altijd abonneren op mijn kanaal als je wil. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!